Nou, ik moet zeggen, ik kijk er altijd wel graag naar. Ik heb hem natuurlijk wel eens vaker nog teruggezien. Maar het is op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje herhaling. En dan ga je naar details kijken. Lekker muziekje. Daar heb ik een prijsje voor gewonnen, volgens mij. Of nominatie. In onze voorbereiding hadden we een aantal zaken al paraat. En daar moet je dan allemaal mee werken. Dus je hebt sowieso natuurlijk al die verplichte elementen. Maar je hebt zelf ook een aantal dingen geregeld. Zo hadden we bijvoorbeeld allemaal van die tuin, zo'n tuinhuizencomplex geregeld. Met meerdere tuinhuisjes die we mochten gebruiken. Joris. Michelle en Mitchell. Michelle en Mitchell? Bergwijk, toch? We hebben niet elke scène en elke dialoog helemaal uitgeschreven. We hebben wel een soort synopsis gemaakt. Eigenlijk op 1 A4 uitgeschreven wat er allemaal gebeurt in de film. En waar we beginnen en waar we uitkomen. Maar niet de dialogen. En de acteurs hebben allemaal in feite een soort blaadje gegeven met dit is het verhaal van Joris. Hoezo heeft hij geen tuinhuisje meer? Een paar jaar geleden toen kwam Joris hier met zijn moeder elke dag met 1 verhuisdoos. Ja, je gaat natuurlijk eerst alle clichés eruit gooien wat je allemaal met een verhuisdoos kan en moet. Ik merk aan mezelf dan als scenarist dat ik dan altijd wel graag met ingrediënten speel. Iets verschrikkelijks. Ja. Wat dan? Spannend. Deze jochies die hadden we echt daar gewoon op dat moment gecast. 1 minuut voor de scène. Hey, ook op de tuin? Dat ben ik. Wat moet je toch met die verhuisdoos? Ik vind het wel oké om iets te spelen. Ik ben geen acteur van opleiding of zo, maar met de regisseur van de film, die wilde graag dat ik het ging doen. Het heavy spul. Pak die tissue-doos erbij. Volgens mij hoorde ik in de zaal toen bij dit shot van zielig. Zal ik hem hier ophangen? Is goed, pap. Probeer wat locaties voor te bereiden. Dat is altijd heel, heel prettig om daar wat leuke opties in te hebben. Probeer ook al na te denken over je cast. Dus een aantal dingen voorbereiden, dat is wel prettig. Je mag natuurlijk niet je verhaal al gedeeltelijk gaan lopen schrijven officieel. Maar hoe meer je voorbereidt, hoe beter je dat weekend ingaat.